Zo, we gaan weer verder met deel 3. Oké, ik heb nu het patroontje. Margreet, die je zo graag wil maken. Kijk maar. Oké, en dan gaan we nu even tellen hoeveel kleurtjes ik moet hebben. 1, 2, 3 paars. Wat blauw is op het patroon is bij mij paars. En wat rood is, is bij mij oranje. Oké, dan weet je dat. Want ik heb de kleuren niet in deze. Dus ik doe 1, 2, 3 paars. 1, 2, 3. 1 wit. 1 oranje. Een witte. En weer 3 paarse. 1. 2, 3. Nou, je ziet ze erop. Ik heb ze op mijn draad zitten. Oké. Even allemaal naar beneden schuiven. En dan haal ik mijn draad onder de draad hoor. Onder de draad. En dan ga ik hem even aantrekken, totdat hij helemaal strak staat. En dan ga je per ding 1 kraal doen, want je kan geen 2 kralen doen. Dus 1 kraal per keer en je vinger eronder houden. En dan ga je er doorheen. En dat is alles. En dan zit hij. Kijk maar. Ik zal hem ook afmaken en zodra ik bij het einde ben, zal ik je ook weer helpen. Ik zal nog even 2 rijtjes doen en dan kan je het zien. Even het patroontje er weer bij. Doen we 2 paarsen. Eén oranje. Eén witte. Oh, 1 witte. Nou, die witte wil echt niet meewerken vandaag. 1 witte. 1 oranje. 1 witte. 1 oranje. En 2 paarse. Zo, en dan doe je precies hetzelfde als bij de eerste. Draadje eronder door. Vinger eronder houden en dan de kraaltjes omhoog duwen. En dan heb je weer. En zo moet je dat al de hele tijd doen. Oké, tot de volgende keer.